Wie zich voor het eerst laat meenemen in het werk van Ruusbroek, die zal geneigd zijn om er onmiddellijk de serene sfeer van het Soniëwoud uit op te snuiven. Het straalt rust en ruimte uit bijna elke bladzijde. En dan zou je zeggen, dat is ook niet zo'n wonder voor het werk van een kluizenaar in het woeste woud. Alleen, dat beeld had er niet verder naast kunnen zitten. De meeste boeken van die eenvoudige woudbroeder werden in een woud van straat en schoorstenen geschreven. De grote stad Brussel. En dat was echt een grote stad, naar de maatstaven van die tijd. Ruusbroek leefde niet midden tussen de hertjes en de vogeltjes, maar in het gekletter en het geschetter van wat echt een metropool is geweest. Daar sleet hij zijn dagen als kapelaan van de grootste kerk van de stad, de collegiale kerk van de Heilige Goedelen, wat tegenwoordig de kathedraal van Brussel is. En met andere woorden, hij verkeerde zo ongeveer in de laagste rangen van een klerikaal wereldje dat op zichzelf juist heel elitair was. Ze noemden zoiets een seculier kapittel. Er waren dus zogenaamde kanunniken die verbonden waren aan zo'n grote kerk, die geacht werden daar het koorgebed aan de gang te houden en mis te lezen. En zo'n gezelschap bestond niet uit die vergeestelijke figuren die je daarbij voorstelt. Het was typisch een verzamelpunt van carrière zwartrokken met de bijbehorende dynamiek. In de praktijk, ze betaalden vaak zelfs iemand anders om in hun plaats te bidden. Dat noemden ze een vicaris. Als ze er wel zelf waren, dan vertoonden ze ook niet altijd een bijzonder vroom gedrag. Het waren carrièreposten. Prebenden noemden ze dat. Er was aan zo'n plaats een inkomen verbonden, maar zo'n plaats kon ook ge- en verkocht worden. Het is typisch dit systeem dat een van de oorzaken is geweest van de reformatie. Sommige van die kanunniken, dus van die kapittelheren, waren niet eens priester. Dus die hadden niet eens hun taak kunnen vervullen, al hadden ze het graag gedaan. Het spreekt vanzelf dat zo'n cultuur gewoon geen devote atmosfeer oplevert. Ruusbroek zelf schrijft er ook over die heren. Ofwel ze zitten onder elkaar te kletsen tijdens de liturgie, ofwel ze zingen niet, ze doen geen mond open, ofwel ze lopen weg bij de minste aanleiding, zodra ze maar een smoes kunnen verzinnen, want ze hebben geen smaak in het gebed. Het interesseert ze niet. Ze hebben er geen zin in. Grote collegiale kerken waren bovendien ook nogal eens het schouwtoneel van soapseries. Klerikale soaptaferelen. Goede getijden, slechte getijden, zullen we het maar noemen. Te midden van al die lawaaierige ego's was Ruusbroek natuurlijk geen doorsnee eend in de bijt. Hij woonde samen in een huis met twee andere priesters van dezelfde kerk. Zijn oom was een zekere Jan Hinkaert, die hem al van jongs af in huis had. En ook nog een zekere Frank van Koudenberg. Die drie priesters woonden samen in één huis. Die Frank was kanunnik, was dus chiquer dan die andere twee, en woonde al langer met die Hinkaert samen. En die twee hadden vroeger een leven geleid zoals die van de andere wereldgeestelijke uit die kerk, gericht op hun welzijn, op hun status en ga er maar vanuit ook vooral hun gemakjes en hun comfort. Daar was plotseling verandering in gekomen toen die Hinkaert een keer per ongeluk bij een preek was uitgekomen die hem heel diep had getroffen. Op dat moment bekeerde hij zich, zo mogen we dat wel noemen. En die bekering die spreidde die om zich heen als het ware. Dus er is een andere sfeer in dat huis gaan hangen. Toen Ruusbroek erbij kwam, lijkt het erop dat daar een wereldje is ontstaan van drie mensen die parallel aan de wereld van de luidruchtige schone schijn van die chique kapittelgeestelijke een totaal andere werkelijkheid hebben gecreëerd. In plaats van door status en comfort werden zij gedreven door een verlangen naar de ontmoeting met de levende God. Waar monniken
op uit zijn, waar eigenlijk natuurlijk elke christen op uit zou moeten zijn. In plaats van het gedruis van de bühne zochten zij de stilte om op weg te kunnen gaan naar de kern. En ze bewogen zich dus ook niet in de salons van de voorname kapittelhuizen, maar ze richtten zich op devote kringen. Zo is het bekend dat Ruusbroek geestelijke bijstand verleende, geestelijke steun, geestelijke leiding, noemen we dat in de kerk ook wel, aan kloosterzusters en begijnen. Dat waren nou niet de saaie, breiende oude dametjes die mensen zich daar tegenwoordig bij voorstellen, maar stoere vrouwen. De ontdekkingsreizigsters van het geestelijk leven, moet je eigenlijk zeggen. Hun hoven en kloosters waren broeinesten van beschouwende creativiteit. Daar had natuurlijk het gros van die geestelijke een broertje dood aan. Maar je mag eigenlijk wel zeggen dat de echte nucleus van het geestelijk leven daar was, veel eerder dan in zo'n collegiale kerk. Daar, in dat kapittel, zullen de drie priesters waar het nu over gaat ook wel beschouwd zijn als, wat moet je je erbij voorstellen, de drie shovelen zeurpieten die te veel tussen de kwezeltjes zitten. Het lijkt er trouwens niet op dat die drie daar echt rekening mee hebben gehouden. Hè? De achting van hun omgeving is voor hen duidelijk niet echt een factor van belang geweest, waar ze rekening mee hielden bij het inrichten van hun leven. Enfin, over de details van dat leven weten we eerlijk gezegd niet veel van. Ook over Ruusbroeks persoonlijke instelling en achtergrond. Zo beweerde men lange tijd dat hij nauwelijks zou hebben gestudeerd. En dat moeten we toch wel echt als een fabeltje beschouwen. Zijn biografen die zeiden dat om de indruk te wekken dat al zijn wijsheid rechtstreeks uit de Heilige Geest naar beneden was gevallen. In werkelijkheid verraadt dat werk een gedegen kennis van de basisopleiding van zijn tijd. De zogenaamde grammatica, retorica en dialectica. Het trivium noemde men dat. Dat waren de basisvakken van die tijd. En ook was hij absoluut gepokt en gemazeld in het Latijn. Ook dat ontkende men lange tijd, maar het is helder dat hij gewoon Latijn kon lezen. Waarschijnlijk zelfs schrijven. Het lijkt er wel op dat hij niet ook nog eens aan een universiteit of iets dergelijks heeft verder gestudeerd. Geestelijke ontwikkeling kan, in tegenstelling tot het beeld dat veel moderne mensen daarbij hebben, iets heel stormachtigs zijn dat ook een mensenleven echt op de kop kan zetten. Het kan behoorlijk uit de hand lopen, wat heet uit de hand lopen, maar in ieder geval het kan je totaal in beslag gaan nemen. En zo ontwaarden die drie priesters op een gegeven moment in zichzelf het verlangen naar een veel radicaler godgewijd leven dan in Brussel en zeker in die kerk waar ze bij hoorden mogelijk was. Dus op een gegeven moment gaven ze hun posten op, ze verkochten hun huis en ze besloten om zich als kluizenaars te gaan vestigen in het Soniewoud. De hertog schonk hun een kluizenarij. Waarschijnlijk heeft dat te maken met die Frank van Koudenberg die uit deftige kringen afkomstig was. In ieder geval doet er ook niet toe. In de paasweek van 1343 begonnen ze aan wat je eigenlijk nog het beste een soort godgewijd avontuur kunt noemen. Ze bouwden een klein kapelletje met een huisje. En ze leefden daar een leven in wat een beetje een navolging wilde zijn van de woestijnvaders. In het woud van Egypte, schrijft Ruusbroek ergens heel mooi. Die drie die hadden geen regel en ook geen abt en daar zaten ze ook helemaal niet op te wachten. Ze waren immers eigenlijk teleurgesteld niet alleen in die kapittelkerk waar ze uitkwamen, maar ook in de kloosters waar ze zoal mee bekend waren. In ieder geval de meester daarvan. Ruusbroek zal later schrijven dat alleen de Kartuizers, en dat zijn wel de meest strenge teruggetrokken monniken, en kloosterzusters in een slot, die dus echt niet buiten de deur kwamen, serieus genomen konden worden als monniken en monialen.
In 1350 namen ze uiteindelijk toch het habit en de regel van de Augustijner koorheren aan. Maar dat deden ze niet omdat ze daar nou zo op uit waren, maar omdat hun ongebonden staat, hun officieuze staat zou je kunnen zeggen, te veel praatjes veroorzaakte. Ligt ook niet voor de hand dat die overgang veel veranderde aan hun dagelijkse leven en al helemaal niet aan hun mentaliteit, hè? Dat is duidelijk. We hebben eigenlijk niet echt een idee of Rusbroek en zijn gezellen in het leven als kluizenaars ook hebben gevonden wat ze eigenlijk zochten. Groenendaal, zo noemden ze hun gemeenschap, werd een baken van licht in duistere tijden. Dat mogen we wel zeggen. Maar eigenlijk was Rusbroek dat in persoon in de stad ook al geweest. Wie het woud over de woestijn intrekt en kluizenaar wordt, neemt altijd zichzelf mee. Dus eigenlijk is het best spannend van hoe heeft hij dat ervaren. Maar daar komen we niet meer echt achter. Het experiment als zodanig, ik zei het eigenlijk al, mag als geslaagd worden beschouwd. De droom van die drie priesters leverde een kloostergemeenschap op die tot aan de Franse Revolutie zou bestaan. Rusbroek stierf, ook daar, op 2 december 1381 op de wel extreem gezegende leeftijd van 88 jaar. Dat is in die tijd meer nog dan tegenwoordig enorm. Hij liet 12 traktaten en nog een stel brieven na. En die zouden een enorme invloed krijgen na hem op de geestelijke literatuur. Die van de middeleeuwen na hem, maar zelfs ook van de vroegmoderne tijd en eigenlijk tot op de dag van vandaag. Je vindt hem overal verwacht en onverwacht terug tot in het denken van Ignatius, de Spaanse Karmel, de Franse school van de 17e eeuw. Om maar eens een paar te noemen. Hij liet 12 traktaten na, zoals ik al zei, en de gedachtenwereld die daarin is uitgewerkt, die valt op doordat hij, zeker in vergelijking met Eckhart die we eerder behandelden bijvoorbeeld, zeer consequent en consistent is uitgewerkt. Dat maakt hem eigenlijk tot de meest systematische mysticus van het hele Westen. We gaan niet dat hele werk nu bij langs. We beperken ons even tot de meest opvallende drie werken. Ik zeg niet de belangrijkste drie werken, maar de drie die het meest opvallen op het moment dat je voor de eerste keer kennis maakt met Rusbroek. Het eerste boek dat Rusbroek schreef, dat maakte hij waarschijnlijk vooral voor zichzelf, of hoogstens voor zijn allernaaste omgeving. Hij noemde het dat Rieke der Gelieven. Wat hij in dat boek doet, hij schreef het in de jaren 30 van de 14e eeuw, toen hij eigenlijk nog relatief jong was. Wat hij in dat boek doet is aan de hand van de 7 gaven van de Heilige Geest de opgang van de ziel naar God behandelen. Het werd stiekem gekopieerd door een priester die een tijd zijn secretaris was. En zo bleek het verspreid te zijn geraakt. Rusbroek vond dat niet grappig. Juist omdat hij het helemaal niet voor verspreiding had bedoeld, stonden er formuleringen in die voor hemzelf weliswaar klip en klaar waren, maar die bij buitenstaanders echt misverstanden konden veroorzaken. Nog 30 jaar later werd hij daar onverwacht mee geconfronteerd toen hij eens een bezoek bracht aan de Kartuizers van Herne. Dat is een Kartuizenklooster daar in de buurt. En die bleken zomaar een van die clandestine kopieën te bezitten. En ook bij hen had die tekst serieuze vragen opgeroepen. En toen vertelde die ze dus ook dat hij het nooit voor verspreiding had bedoeld. En Kartuizers, stijlvolle mensen als het zijn, ze boden hem toen aan om hem dat boek terug te geven. Maar in plaats daarvan schreef hij er een zogenaamd boeksken der verklaringen bij, waarin hij de belangrijkste misverstanden uit de weg ruimt. Hij werd vooral aangezien voor een pantheïst hetzelfde probleem wat we bij Eckhart ook al hebben gezien. Goed.
Zoals ik al zei, het Rieke der Gelieven beschrijft de weg van de ziel naar de vereniging met God aan de hand van de zeven gaven van de geest. Dat klinkt heel gestructureerd en passend bij wat ik daar straks al over Ruusbroeks werk zei. Maar naar zijn eigen smaak was het echt een jeugdwerk, hè? Een eerste proeven. Wel komen daar duidelijk al zijn belangrijkste thema's in aan bod. Die herkennen we aan de ene kant uit de traditie en aan de andere kant uit zijn eigen latere werk, waarin hij ze op een heel eigen manier zal gaan verwoorden. Bijvoorbeeld de wonderlijke paradox van Gods absolute eenheid en de werken van zijn drie personen, die daar dan weer uiting aan geven, en de vereniging van de ziel daarmee. En al die gedachten komen tot een bijna volmaakte ontplooiing in Ruusbroeks tweede werk. Dat noemen we doorgaans de geestelijke bruiloft. Het is misschien wel dat boek dat van alle traditionele mystieke geschriften het meest de balans tussen intellectuele coherentie en doorleefd en begeesterd getuigen van de godsontmoeting in zich verenigt en bewaart. En koestert. Het is net een schatkist eigenlijk. Het is bijvoorbeeld ook in dat boek dat voor het eerst de klassieke drieslag van het werkende, het innige en het beschouwende leven als opgang naar God in zijn volle helderheid voor het eerst ontvouwd wordt. Ruusbroek is weliswaar nooit op een vervreemdende manier origineel. In feite is dit niet nieuw. Hij pakt eigenlijk alleen maar uit wat bij Evagrius en Augustinus en eigenlijk ook bij de Cappadociërs al als een soort vermoeden in de constructie van hun denken aanwezig is. Het gevaar van een dergelijke beweging is dat, waar het zaken van God en de liefde betreft, de suggestie vaak veelzeggender is dan de formule. Dus die systematiek die bergt ook een gevaar in zich. Hè? Het gevaar dat de illusie van grijpbaarheid ontstaat. Dan krijg je het risico automatisch dat je het mysterie van haar kleren ontdoet. Hè? Dat je het mysterie schendt. Het resultaat is dan, afhankelijk van het onderwerp, hè, of je het over de liefde in het algemeen of over de godsontmoeting hebt, het resultaat is dan pornografie of een neoscholastieke zever. Of een mengsel van die twee, het is helemaal afgrijzelijk. Dat is nou precies wat Ruusbroek niet overkomt. Dus aan de ene kant is hij heel systematisch en geordend, hij gaat steeds recht naar de kern, maar altijd met een diep doorvoelde eerbied. Eerbied. Zodoende weet hij te verhelderen zonder te schenden. Zoals gezegd bestaat de ruggengraat van dat boek uit de opgang van de ziel naar God, eigenlijk net zoals in dat Rieke der Gelieven. Deze keer neemt Ruusbroek dus die drie stadia als scharnierpunten of momenten om zijn getuigenis aan op te hangen. Het werkende, het innige en het godschouwende leven. En het werk kent daarom ook drie boeken, drie afzonderlijke boeken. Parallel aan de hang naar de eenheid, die we al te uit en te na hebben gezien in de laatklassieke mystiek en ook bijvoorbeeld bij Eckhart, bestaat ook nu weer de reis van de ziel uit een hang naar binnen en uit een hang naar een steeds grotere eenheid. Als in een trechter trekt de mens een verstrooiing steeds verder in zichzelf terug. Vereenvoudigt zich. Balt zich samen in zichzelf om uiteindelijk voorbij zichzelf God te ontmoeten en zich met God te verenigen. Of door God met zichzelf verenigd te worden, kan ik veel beter zeggen. Het begint dan met het zich samentrekken in de grond van het hart. De grond van het hart. Dan gaat het naar de grond van de geest. En uiteindelijk daar nog weer voorbij of doorheen. Met een beetje moderne fantasie
zouden we het model van Ruusbroek kunnen beschouwen als een soort van begerenswaardige meltdown, waarbij je als het ware dwars door je kelder smelt. Het werkende leven, waar alles mee begint, is nog afhankelijk van de wil en ook vooral het doorzettingsvermogen natuurlijk van de mens zelf. Die moet met de genade meewerken. Hij zwoegt en hij ploetert om te leren niet alleen het goede te doen, maar dat goede ook tot een soort tweede natuur te maken. Op elk terrein afzonderlijk. En zo'n goede tweede natuur op een bepaald terrein noemen wij een deugd. Er zit wel een achterkant aan. Verliest men zich volledig in het najagen en verzamelen van die deugden, dan valt men in werkheiligheid, zoals dat heet. In plaats daarvan is het de bedoeling dat God het initiatief op een gegeven moment volledig overneemt. En dan ontstaat er in de mens een onweerstaanbaar verlangen naar God. Te vergelijken met de draaikolk die in een trechter alles naar het uiteinde toe zuigt eigenlijk. En dat verlangen, dat noemen we het innige leven. Uiteindelijk brengt ons heel die beweging naar de grond van de geest. Dus de grond van het hart is de plek waar alle zintuigelijke waarneming en gevoelens en alles wat niet geest is, tot eenheid en tot rust is gekomen in het hart. En nu deze beweging brengt ons naar de grond van de geest, naar de plaats waar wij aan God ontspringen, door hem in stand gehouden worden. En daar nog net iets voorbij. We hangen in God, zegt Ruusbroek op dat moment. En dat is het godschouwende leven. Hij zegt er ook bij dat dat maar weinig mensen hier op aarde gegeven wordt. Goed. Zou Ruusbroek na het schrijven van de Bruloch gestorven zijn, dan zou hem denk ik nog altijd beschouwen als een van de grootste mystieke schrijvers die de kerk ooit gekend heeft. Zo af is dat boek. Maar zelf zou hij het daar niet mee eens zijn geweest. Hij was er nog helemaal niet klaar mee. Sterker nog, eenmaal in het Soniëwoud deed hij een poging om een soort summa van de mystieke theologie te schrijven. Een tot in de haarvaten van de middeleeuwse mentaliteit doorgedrongen mystieke encyclopedie. En dat deed hij door de beschrijving van de bouw van het zogenaamde tabernakel in het boek Exodus in zijn geheel allegorisch mystiek te duiden. Even uitleggen voor de mensen die er niet mee bekend zijn. De tabernakel was de tempeltent waarin de Ark van het Verbond werd bewaard. En die tent sleepte het volk Israël achter zich aan tijdens de zwerftocht door de woestijn. Die zwerftocht die in de Bijbel beschreven staat en die 40 jaar duurde. En die tempeltent was gemaakt volgens een plan dat tot in het allerpetieterigste detail door God in opdracht was gegeven. En juist dat maakte het een dankbaar onderwerp om allegorisch te duiden. En geloof het of niet, middeleeuwers waren dol op allegorie. Kunnen we ons echt helemaal niks meer bij voorstellen, maar ze waren er dol op. Om daar misschien iets van te snappen, bedenk dat er geen motorgeronk, geen straaljagers, geen ingeblikte muziek, nauwelijks agenda's, geen internet, geen telefoons, geen Netflix, kun je maar vergeten. Dat alles was er niet. Er was geen vorm van voorgekookt vermaak en ook lang niet zoveel afleidingen als we nu hebben. Als je geen priester was, kon je waarschijnlijk niet eens lezen. En mocht je dan denken, dan kijk je wel plaatjes, dan moet je naar de kerk om daar de vensters en de muren te gaan uitspellen. Want een boek met plaatjes was ongeveer zo duur als een huis. En dat moest allemaal met de hand geschreven en geschilderd worden. De gestudeerde leken die wel konden lezen, dat waren er dus maar heel weinig, die hielden van beeldende taal en het liefst zo gedetailleerd mogelijk. En zodoende werd Ruusbroeks geestelijke tabernakel, zoals hij dat noemde, een absolute bestseller.
He, daar zijn meer handschriften van bewaard gebleven dan van al zijn andere werken, zelfs van de Bruloft. En de lengte ervan is, van die tabernakel dus, die is naar middeleeuwse maatstaven gigantisch. Wat dus ook betekent dat het een gigantisch duur boek is geweest. Dus het wil wel iets zeggen dat er zoveel handschriften van zijn. Rusbroek zelf heeft het ongetwijfeld als zijn hoofdwerk beschouwd. En hij is er vast en zeker gewoon heel trots op geweest. De meeste moderne onderzoekers beschouwen het als, om heel eerlijk te zijn, een zuigend moeras. Of een soort middel-Nederlands vleesetend monster. Men vermijdt het zoveel mogelijk. Dat is jammer, want het is als een soort landschap waarin zich oasen van grote schoonheid verbergen. He, en er zijn trouwens ook passages die ronduit vermakelijk zijn. Vooral als hij boos wordt, kan hij erg grappig zijn. Hoe dan ook, al het werk van de Groenendaalse prior, dus alles, bleef tot lang na zijn dood populair en kreeg grote invloed, ik heb het al gezegd. Ondertussen verdween zijn naam naar de achtergrond. Dus grote invloed, weinig bekendheid. Het is eigenlijk vreemd, maar zo kan het gebeuren dat een van de meest belangrijke westerse theologen überhaupt het nog niet eens tot heilige heeft geschopt. Hij neemt als de zalige Jan van Rusbroek een wel heel bescheiden plekje in op de kalender op 2 december. De dag dat hij is gestorven, zoals ik al zei. Door de zogenaamde zegeningen van de Franse Revolutie hebben we zelfs zijn gebeente niet meer. Ook dat is ons niet gegund. De sansculotte die verstrooide en vernielde ze in 1793. We hebben alleen nog 2 heupen van hem. Nou ja, en een paar van de allernuttigste boekjes ter wereld. Boekjes waar een mentaliteit uitspreekt die vet is. Van eerbied, van vrede, van gelijkmoedigheid, van echt inzicht en ook van echte godsvrucht. En ondanks dat dat een wat ouderwets woord is, is dat wel waar het in dit leven om gaat.